De Brains Award 2011 is gewonnen door Michael Boulet met Transitions, het bestek voor gehandicapten. My name is Michael Boulet and this is my project. It's called Transition and it's a set of cutlery which stimulate the motricity of a disabled hand step by step. And the idea is that the function of the fork and the way of holding it are growing together. So at first the disabled hand would hold it this way and then just simply with the knife come to cut the foot. The next step is that as the motricity would get better, from holding this we would go like this. And then still repeating the cutting, we also would learn how to prick and to bring to mouth. And then the idea is that also then learn how to scoop until the last one, which is just a normal fork. So as we could become handicapped, we could also unbecome handicapped. Nice idea, right? Bon appétit to everyone. De publieksprijs van de Brains Awards is gewonnen door Rina Huibers en Kim van Hoof. Zij ontwikkelden een meetlint om de cupmaat te berekenen. 80% van de vrouwen draagt de verkeerde BH-maat. Ik, Rina Huibers en Kim van Hoof hebben daar de oplossing op bedacht, de BH-meter. Met deze BH-meter kun je zelfstandig in 2 stappen je BH-maat opmeten en hoef je niet meer naar een lingeriezaak te gaan. Stap 1. Allereerst meet je je ondermaat. Je begint bij het pijltje en je trekt hem naar de centimeter. Hierbij zie je dat ik op 75 centimeter uitkom. Stap 2. Bij stap 2 meet je je bovenmaat. Hiermee ga je op het volste punt van je borst en kijk je naar de cupmaten. Hierbij zie je weer 75 terugkomen en zie je dat ik 75 C heb. En zo makkelijk is het en heb je meteen je BH-maat opgenomen. Kim? Ja? Wat zouden we nou eigenlijk met het geld gaan doen als we echt de Brains Award winnen? Het geld kunnen we natuurlijk stoppen in de promotiekosten, zodat alle vrouwen weten dat de BH-meter te koop is. Ja. Volgens mij dragen echt nog niet alle vrouwen de juiste BH-maat en is er nog zeker werk aan de winkel.